Goedemiddag allemaal. Wij gaan vandaag gaan we lekker kliederen. Goedemiddag. Ik wilde eigenlijk aan de slag heel graag met deze. Die had ik gekocht. Alleen toen was ik gisteren een instructiefilmpje aan het kijken en dan kwam ik er dus achter dat je na 24 uur het effect pas ziet. En dat zag ik natuurlijk gisteravond, dus dat kon ik helaas niet meer voorbereiden. Dus ik kan daar geen voorbeeld van laten zien. Maar we zijn hier voor één gat gevangen, want ik had natuurlijk zelf nog op voorraad. Van cadence of cadence, hoe je het wil noemen. Deze rusty patina in een bruine kleur en twee blauwe kleuren. Die had ik ook nog nooit gebruikt. Dus die gaan wij vandaag gebruiken. Verder wilde ik nog meer dingetjes van PentArt gebruiken. Ik had deze leuke microbeads. En deze leuke metaal pigment. Daar wilde ik iets mee gaan doen. Mocht het project het toelaten. En eventueel deze liquid metal verf. Ook van PentArt. Maar die andere ga ik dus een andere keer gebruiken. Want ja, ik moet daar eerst zelf eventjes natuurlijk een voorbeeldje mee maken. Om te weten ook hoe het werkt. En omdat ik dus niet weet nu hoe het precies werkt. En ik het eindresultaat dus niet kan laten zien. Omdat het 24 uur duurt voordat dat zichtbaar is. Heb ik besloten om met de cadence verf aan de gang te gaan. Verder gaan wij... even kijken, deze stansmalf set gebruiken. De tandwielen van de Studio Light Gearheads Workshop. Dat is de SLGW CD830. En de paperpad. Want ik dacht dat het wel leuk was om hem dadelijk af te gaan maken met wat van die leuke plaatjes. Dat is de SLGW DCPP185. En omdat ik dus gaandeweg van project ben gewijzigd, heb ik niet alles kunnen linken. Omdat ik er dus achter kwam dat, ja, dat die ene dus 24 uur, dat je daarop moet wachten, zeg maar. Dus, ik heb dit houten blaadje, die had ik nog liggen in mijn eigen voorraad. Maar je kunt natuurlijk, er zijn... van allerlei leuke MDF producten te krijgen. Ik zag bij ik zag een snijplank zag ik voorbij komen. Ja, die mal is heel leuk. Ik zag een snijplank zag ik voorbij komen. Ook zo'n soort vierkant kistje met drie touwtjes erin. Die zou je dan uit kunnen knippen. Die is volgens mij wel een stuk groter. Maar ja, daar laat ik even vrij in, want ik wilde eigenlijk, want ik had van Suzanne, had ik een leeg blik gekregen van de Chromaflows. Want die van mij was lichtjes beschadigd tijdens transport. En nu heb ik dus een mooi leeg blik. En toen had ik eigenlijk bedacht om dus die hele deksel te gaan bewerken. Maar dat wilde ik dus doen met PentArt producten. Dus die doen we even een andere keer. Ik ga nu dan dit houten, framepje bewerken. Daar heb ik de één keer met de Dutch Doobadoo Gesso Black heb ik die alvast voorgeverfd. Want anders dan duurt het allemaal veel te lang. Ik had alvast wat van die leuke tandwieletjes uitgestanst. En die zijn natuurlijk heel dun. Dus wat heb ik daarmee gedaan? Ik heb er, ik weet niet of je dat goed kunt zien. Even in mijn beeld meekijken. Ik heb die drie keer uitgestanst.
En dan bovenop elkaar geplakt, zodat je iets meer, dan word je iets dikker. Dan krijg je dadelijk iets meer diepte in je project. En heb ik eigenlijk bij al die tandwielen heb ik dat gedaan. Dus die heb ik 3 keer uitgestampt allemaal. En die heb ik dus bovenop elkaar geplakt. Zodat ze net iets dikker zijn. Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen van ja, ik stamp ze het uit chipboard bijvoorbeeld uit. Maar ik weet dat mijn stansmachine dat niet zo leuk vindt. En met de hand, ja, dat ga ik toch gewoon niet doen. Verder heb ik nog deze leuke tranenplaat stencil van de Gearhead Workshop. Die wil ik gaan gebruiken op de achtergrond. Dat is de SLGW Mask 280. En die ga ik even de dingetjes eruit. Die ga ik als eerste eventjes aanbrengen. En dan ga ik gewoon met witte structuurpasta, maar je kan ook zwart, wat je hebt, zeg maar. En die ga ik gewoon een beetje willekeurig, ga ik die aanbrengen. Deze hoek ook nog een beetje. Maar alleen kijken dat je hem er niet. En ik had natuurlijk een bakje klaargezet waar ik mijn stenseltje in kan verdrinken, zodat hij niet uithardt. En als jij zwarte structuurpasta hebt, dan zou ik natuurlijk gewoon zwart pakken, want dat scheelt dadelijk weer schilderen. Ik moet dat wel even drogen, want ik wil natuurlijk die tandwielen op gaan plakken en dan moet dat wel een beetje netjes blijven. Dus we gaan even herrie maken. We gaan kliederen en herrie maken vandaag. Het snoer zit natuurlijk fantastisch in de snoer van mijn lamp. Even kijken, dit zijn mijn lossen. En ik had dat straks al natuurlijk eventjes neergelegd. Hoe ik dat ongeveer, want ik ga dit gewoon met lijm ga ik dit opplakken. Je zou dit ook met matte medium of heavy body gel kunnen opplakken. Dat is net wat jij zelf fijn vindt. Ik heb het voetbal aangezet voor de hond, want die was natuurlijk die is alleen beneden en dan vindt hij zichzelf altijd heel zielig. Dus die zit nu voetbal te kijken. Ik denk dat er nu iemand langs loopt. Ja, een slechte wedstrijd inderdaad. Hij is het niet mee eens.
Ik zit trouwens, je zit al het haakje aan de goede kant. Vind die hier nog wel leuk. En als jij, die tandwielen nog dikker zou willen hebben, dan kan je die natuurlijk altijd 4, 5, net wat jij mooi vindt, kun je die opplakken. Jij kijkt met een koptelefoon. De lijn die blaft inderdaad. Ze halen het huis leeg. Ja, als ze dat nu zouden doen inderdaad, dan heb ik dat helemaal niet in de gaten. Maar ik denk eerder dat de mensen op straat bezig zijn. Dus misschien had ik eventjes de... Ik doe hem nog heel even aandrogen. Maar misschien had ik eventjes het rolluik dicht moeten doen voor ze. Ja, dat doen die van mij ook altijd hoor, als we een hond buiten horen blaffen. Maar ik hoor in dit geval geen andere hond, behalve dan die van mij. Oh. Terug. Dus ik kijk dat hij een beetje afdekken. Dingetjes eruit. En dan ga ik nog een laagje gesso over deze spulletjes heen doen. Zodat alles mooi zwart is. Ik doe dat altijd met een beetje een draaiende beweging. Dit zijn trouwens de kwasten van Art by Marlene. Die zijn echt super fijn, want die kun je natuurlijk altijd gewoon weer uitspoelen. En dat kun je natuurlijk met de meeste kwasten uitspoelen en weer gebruiken. Misschien kijkt hij, hij is in slaap gevallen. Nee, ik hoor hem nog wel hoor. Dus ik denk echt dat de mens, volgens mij heeft de tegenoverbuurman een nieuwe auto. En... daar zijn de hele dag al een heleboel mensen dit aan het kijken. Nee, hij is echt nijdig, want ik hoor hem brommen. Je kunt hem dan een keertje een kwartslag draaien, hè, om te kijken of je alles wel... goed gehad heb.
fietsen naar me toe. Kijk, nou is hij weer tot de conclusie gekomen, hoor ik, dat hij verdrietig is omdat hij alleen is. Hier was de gesso. Of de structuur was nog niet helemaal droog. Maar dat is niet zo erg. Dus. Even de kwast in het water, want die heb ik zo dadelijk weer nodig voor een ander kleurtje. Dan gaan we dit ook weer even drogen, dus we gaan hem even hermaken. Ja, ze kunnen niet praten inderdaad, maar ze weten wel van alles duidelijk te maken. Ligt je al bij de brievenbus, Anneke? Weet je? Oh, die lampjes staan natuurlijk al 3 uur aan. Want ik ben natuurlijk vanmiddag al bezig geweest met die dingen aan de stand en zo. Dus dan staat die lamp te lang aan en gaat die even zelf uit. Als die hier bij mij is, dan is die ook onrustig hoor. Het is een hondje met een ruitaanwijzing. Het is heel klein, maar een hele grote ruitaanwijzing. En dit moet wel even goed droog, want anders dan krijg je dadelijk zwarte plekken in de patina. En dat is soms een beetje moeilijker aan een mixed media project laten zien in een live. Want er gaat, ondanks dat ik al heel veel voor heb gewerkt, gaat er heel veel tijd meestal verloren met het drogen van dingetjes. Dan heb ik, mocht het uitlopen, eventueel nog wel tijd. Maar ik ga toch even de achterkant even een beetje afplakken. Want anders dan weet ik wel weer hoe laat het wordt, zeg maar. En dan gaat hier natuurlijk weer niet lukken. Nee, dat plakken er gewoon overheen. Zo. Volgens mij scoort hij iemand zo te horen. Zo. En een papiertje. Want ik had die kwast eventjes in het water gezet. Dus die moet ik wel even drogen ook weer. Want ik wil eigenlijk dezelfde kwast gebruiken voor
Tina. Gaan we eerst beginnen met de bruine. En zoals jullie al kunnen zien, wordt dit veel door mij gebruikt. Ik had wel gelezen volgens mij dat je dat... Oh, ik ben helemaal vergeten mijn dingetjes erop te plakken. Ik had nog van deze dingetjes gevonden. Ik denk die passen er wel bij. Nou, dan maar niet. Ik had gezien dat je dat dus een beetje deppend aan moet brengen voor de structuur. En je kunt daarvoor natuurlijk ook zo'n ronde kwast gebruiken. Maar die heb ik niet. Ik denk dat ik hier even iets onder moet gaan leggen, anders worden jullie gek van de gerammel, denk ik. Ja, dat kan Linda, maar dan moet ik hem weer gaan drogen. En, heb ik hier een schroevendraaier? Ik heb een magnetische schroevendraaier. Ja, hier zitten inderdaad al korreltjes in. Toch even proberen dat dingetje eraf te schroeven. Nou is dit niet een schroevendraaier die precies meteen... Ja, die past. Want dit zijn eigenlijk kruisschroefjes. Maar dit is een gewone schroevendraaier. Maar soms wil dat wel lukken. Welk spul? Schoensmeer. Dat is de Cadence Rusty Patina. Die moet ik dus nog even linken, omdat het eigenlijk niet de bedoeling was. Dit is de 01, bruin. Als we geduld hebben, dan komt dit ding er vanzelf af. Ja, ik leg die schroefjes hiervoor staat een, voor mijn werkding staat een blad. Ik denk dat ik straks toch even een kruis schroevendraaier mag. Misschien kan deze, nee die past niet. Deze wel, volgens mij. Kom. Fijne middag. Nou, ik zal je zeggen, Marion, dit staat bij mij volgens mij al 2 jaar in de kast. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik gebruik eigenlijk altijd een ander merk. En dat merk, dat is niet te koop. Niet of niet meer te koop bij Hobby Vision. Dus die kan ik uiteraard nu niet gebruiken. En dat is niet erg, want ik heb die cadence heb ik toch staan. Dus. Zo. Dan kunnen we rustig verder met de rommelen. En naar wat ik zie, zeg maar, is dit gewoon eigenlijk hetzelfde. En dan denk je nu, oh die kwast die gaat helemaal zo openstaan. Maar dat zijn eigenlijk dus die soort van, dat is een gokje van mij. Maar er zitten een soort van, lijkt het zandkorreltjes in die verf. En die gaan dan tussen die haren zitten. Maar als je die kwast straks gewoon goed uitwast, dan is die gewoon weer plat.
En eigenlijk is het natuurlijk gewoon zonde dat zulke soort producten zo lang in je kast staan. Maar zo lang gaan ze dus ook gewoon mee. Want je ziet het, hij... Hij werkt gewoon helemaal prima. Met iets meer structuur hebben, dus ik ga iets meer deppen. Nu gaan we natuurlijk de randjes nog even doen. Ja, structuurpasta hebben ze, en metallic verven en zo is er zo ontzettend veel te krijgen. En je hebt echt maar heel weinig nodig, want die kwast is nu redelijk een beetje verzadigd, zeg maar. Dus ik kan nu gewoon, zeg maar, dat gewoon zo zie je dat, ik kan het gewoon aanzetten en dan een beetje zo de structuur erin brengen. Het voordeel van als je de hele tijd dit project draait, zeg maar, dan zie je dus als je een stukje gemist hebt. Maar dit kan dus op elk willekeurig stukje MDF of hout of wat jij hebt liggen. Of dus metaal. Voor metaal zal ik wel, denk ik, eerst... Dan kun je natuurlijk eerst met gesso, maar dan zou ik toch eerst eventjes heel lichtjes opschuren. Ja, Frida, dan moet je een boterhamzakje in de deksel doen, want dat heb ik ook gehoord inderdaad. Dat als je hem laat staan, dat hij... Maar dat is in principe met alle... Bijna alle producten op waterbasis. Maar als je dus een boterhamzakje in jouw deksel doet, dan schijnt het beter... Of dan schijnt hij minder hard uit te drogen. Oh, Joopje is weer wakker geworden. Trouwens ook best wel dat dit nog wel goed in beeld is allemaal als ik zo... En mijn iPad heeft vandaag geen kuren. Die had gisteravond met de live had die verschrikkelijk veel kuren. Die stukjes waar ik net natuurlijk met mijn vingertjes op heb gezeten. Eventjes een beetje... En dan kunnen we dit laagje even drogen. Een babydoekje met water. Ja, dus, die had ik nog niet gehoord, maar... Nou zag ik in het filmpje... Dat ze dus gewoon... Ik ga hem toch even uitspoelen. Dus jij gewoon met één en dezelfde kwast in die andere twee kleuren verder gaan. Maar ik spoel hem dan toch maar eventjes nog een beetje uit. Nou, dan moet ik hem omdraaien, dan kan ik mooi even mengen.
Nou, nu natuurlijk van die mooie ijsstokjes voor waar je dan normaal gesproken ook mee kan doen. Maar... Zo. En deze kleur die doe je er eigenlijk gewoon een beetje doorheen. En dat is net wat jij zelf mooi vindt. En als het straks niet mooi is, dan schilderen we gewoon weer met bruin eroverheen. Zo makkelijk is het. Dat is de schimmelkleur inderdaad, die ik nu heb. Ik vergeet die randjes. En zie je hoe weinig je maar nodig hebt, want ik heb het volgens mij maar één keer gepakt. En het doet het nog steeds, zeg maar. Ik ga hem nu toch wel eventjes aandrogen. Spoelen die kast dadelijk even uit. Ja, dankjewel Mirjam. Ik heb ook nog de groene. De tiel is al volgens mij. Hé, waar is mijn spreeflesje? Oh, hier. Ik wil zeggen, heb ik alles klaargezet? Goedemiddag, Ria. Ik ga nu toch een beetje aandrogen. En dan ga ik met die... Waarom zit hier nou een ander dingetje omheen? Oh ja. Blijf dat vliesje erop zitten. Nou, dat kan hè. Toch maar goed dat ik net die schroevendraaier heb gevonden. Dat kan natuurlijk ook met een mes. Jawel. Of steden 13 ongelukken voor gevorderingen. Nou ja, die haal ik de later wel eventjes goed af. Ja, er staat op groen, maar ik vind hem dus echt wel een beetje tiel kleuren hier.
even mijn kwast. Wat hoort er nog meer bij om spullen schoenen draaien? Ja. Die schoenen draaien die maak ik dan weer natuurlijk schoon met mijn kwast. En dan heb ik eigenlijk alweer genoeg spul, denk ik, op mijn kwast zitten voor. Dus zet ik voor de zekerheid ook maar gewoon even in het water. Kijk, en ook dit is natuurlijk helemaal wat jij mooi vindt. Vind je heel veel blauw mooi, dan doe je heel veel blauw. Vind je weinig blauw mooi, dan doe je weinig. Ik hou er wel van een beetje blauw, maar... Set van 3 schroeven draaien voor een 12,95. Dat is niet echt, denk ik, hè? Het zou maar zo kunnen, je weet het niet. Jawel, misschien voor die modelbouw. Die modelbouwdingen, daar zullen we wel een schroefdraaier bij nodig hebben, denk ik. Ik weet eigenlijk niet waarom die hier bij mij in de la ligt, maar hij is wel handig. Ja, om dingetjes uit elkaar te halen natuurlijk. Ik heb ook wel eens van die houten theekistjes en zo. Dat vind ik ook leuk om te doen. Wat denken jullie? Is er zitten genoeg blauw op? Hij droogt nog donkerder op, heb ik het idee. Echt naar heel donkerblauw. Hier mag nog een beetje zo. Daar mag voor mij nog een beetje. Ik moet straks alleen niet vergeten die doekjes ertussen te doen. En dit vind ik natuurlijk ook zo fantastisch aan die glasplaat. Even water erop en het is weer weg, ja. Ja, ik vind hem leuk. Moet ik wel even in de gaten houden waar mijn gaatjes zitten. Dat ik straks dat dingetje... Hij is eigenlijk al zo goed als droog. Nu moet ik zelf even gaan bedenken hoe ik dit wil gaan doen. Want ik wilde... Eigenlijk met een beetje zwarte gesso en een sponsje. De Arbor Malin sponsjes had ik nu dit keer. Neem ik even een blauwe.
Zit hier nog wat op? Nee. Oh, dat is heel veel. Ik wilde eventjes een soort van die tandwielen even naar boven halen weer. En dat doe je dus eigenlijk omdat ze hoger liggen, doe je dat met zo'n met dat sponsje. En dan komt er wel wat op de achtergrond, maar hier komt natuurlijk straks weer wat overheen. Misschien was het toch niet zoveel. Het scheelt dat ik bij het doekje kan. Ja, heerlijk is het, hè? Ik vind het ook... het houdt je zo lekker bezig. Kijk, en nou... komt eigenlijk alles weer een beetje naar voren. Je staalplaatjes. Ja, fijn is die magneetplaat, hè? Ik ben er ook heel content mee. En ik ga liever één keer vaker hier dadelijk overheen dan dat ik overal vlekken in mijn achtergrond heb zitten. Ja, dat klinkt... Joyce, je hele project zit vol met vlekken. Maar, ja, ik weet niet zo goed hoe ik daarin moet leggen. Hoor. Dat het zwart, dat niet alles weer zwart wordt, zeg maar. Ja, je kan er ook op snijden, inderdaad. Dat doe ik ook. Ik moet zeggen, ik heb het nog niet gezien dat de krassen opkomen. Kijk, zie je wat ik bedoel? Dan wordt niet de hele achtergrond zwart, maar dan komen ze toch weer een beetje omhoog. Nee, er staat iemand aan de bel. Ja. Die heeft dan... oh, ik vergeet mijn zijkantje. Nou, die doen we dan dadelijk nog wel. Ja, het zijn de twee Anneke. Die ene is normaal heel rustig, maar als dus de bel gaat, dan laten ze zich allebei horen.
Ik zit heel even te kijken voor iets. Iets waar ik mijn pasta in kan gaan mengen. Dat lijkt me niet zo'n kill in het af, ja. Dat lijkt me niet zo'n heel goed idee om dat op die... Het zal wel gaan, maar dat dit... De pigmentfix is vrij vloeibaar. En dat loopt natuurlijk zo van die platen af. Daar had ik dan weer niet over nagedacht. Op de glas... Nee, dat loopt er... Dat is zo dun, dat loopt er meteen van af. Ik... Ja. Dat ik daar niet even eerder over nagedacht heb. Bij de Mixed Media Workshop hadden we mooie. Hoe heet het? Van die mooie kartonnen bakjes had Rilana van ons waar we dat in konden mengen. Maar ja, die heb ik niet. Nou ja, ik pak wel even een dingetje van de inkt. Joepie! Ja. Jeetje. Iemand aan het doen was. Kijk, en dan doe je een beetje van dat. Heb je zo gauw gelaten. Dat pigmentfix. En dan een beetje van die poeder. En dan moet je zelf eventjes kijken hoe dat. Ik denk dat dit al heel veel poeder was voor voor het spul, zeg maar. Je hebt er dus echt maar heel weinig voor nodig. En het is heel vloeibaar. Ja, de ekster wordt wakker. De ekster bij mij wordt ook wakker. Want ja, ik kan natuurlijk geen mat project maken. Dat snap je wel, hè? En ik heb dan in dit geval gekozen voor de koperkleur. Maar op zich denk ik dat het wel aardig is, dit. Maar ik had dus maar heel weinig poeder. Kijk, daar hebben we Rilana. Rilana, ik heb niet van die hele mooie bakjes die jij ons 2 weken terug kan brengen. Oh. En ook niet van die mooie bamboestokjes. Zien jullie dat, hoe mooi dat is? Dat het de kleren hier op de. Die ga ik toch even opvegen, want anders dan zit ik dadelijk helemaal onder. Even kijken. Dan pak ik nu die wat kleinere kwast. Ik heb nu echt heel veel van dat spul. Aangemaakt. Dan ga ik ze eigenlijk
Een beetje zo onderin. Nou zou je denken van dat zwart is voor niks geweest. Maar dat is niet helemaal waar, want er zit ook een klein beetje, daardoor zit er een beetje een schaduw in. Kijk eens hoe die kleur eraf spat. Zien jullie dat? Ik kan hem iets beter tegen het licht houden. Zien jullie hoe die kleur eraf spat? Dit is echt zo'n mooi spul. Ja, je hoort nageltjes op de vloer inderdaad. Hij staat hier, want hij krabde bijna de deur eruit net. En ik heb dus genoeg van dat spul aangemaakt. Ik zou hier denk ik volgens mij de hele kamer mee kunnen schilderen, de muur. Zo, nou dat is overdreven, maar je hebt dus echt maar super weinig nodig. Ja, wij hebben hier dus 2 weken geleden op de workshop, die kan ik misschien zo dadelijk ook nog wel even zien, want die, laten zien, want die staat hiernaast. Naast mij hebben wij dus echt een heel gaaf project gemaakt met Facilis, ook met PentArt producten allemaal. En daar hebben we dus dit gebruikt. En Sabine en ik die waren meteen verkocht, dus die hebben dit meteen allebei hebben wij dit meegenomen. Ja, gezellig hè, die nageltjes. Hij staat nu te kijken van, ja, wat ben je aan het doen eigenlijk? Je bent van alles aan het doen, maar je bent niet met mij bezig. Ja, dit is een Art by Marlene kwast inderdaad. Ik weet niet wat een gelkwast is eigenlijk, heel eerlijk gezegd. Ik weet ook niet alles, hè. Kijk, en je had ook kunnen zeggen van ik doe dit eerst. Dat hebben we met de workshop bijvoorbeeld gedaan. Dan hebben we eerst alle items geverfd met dat goud. Dit is trouwens koper die ik nu gepakt heb. Veel plezier, Elana. En wat ik nou eigenlijk ook wilde proberen is om dit een beetje met zo'n. Dit weet ik dus echt niet of dit gaat werken. Ja, ik vind het leuk. Zien jullie dat? Een heel subtiel glittertje komt er dan op. Dus ja, ik ben dan wat dat betreft ook een hekster.
Maar omdat het dus heel ver uitgedund is, is het niet zo heftig. Zien jullie dat? Dat geeft het net een beetje extra, dat randje. Ik zit te twijfelen om nu ook nog een keertje hier overheen te gaan. Ja. Inderdaad, dat is niet paard voor Sinterklaas, dan zijn het de pootjes van Jopie. Of niet, Joop? Oh, dan moet je niet je sponsje laten vallen natuurlijk, anders heb je één grote vlek op dat project. Ja, ik vind het net even wat extra's geven. Ik heb die zijrandjes ook nog even doen natuurlijk. En ik weet niet of het eigenlijk allemaal de bedoeling is wat ik nu met dit product aan het doen ben. Of dat ook voor het normale gebruik is. Maar ja, uiteindelijk, het werkt. Dus ik vind het eigenlijk helemaal prima. En zo kom je ook achter dingen, hè. Want je moet dus wel uitkijken dat op een gegeven moment scheidt dat spul zich eigenlijk weer van elkaar. Dat zie je nu ook een beetje, hè. Hier wordt een beetje... ik weet niet of jullie dat op de camera zien, maar hier wordt het een beetje wittig, zeg maar. Dus dan moet je het weer eventjes, dit pigmentje, zeg maar, mengen met, het is eigenlijk een soort lijm, denk ik. Pigment fix. En ik ga dus ook een heel dun shimmerlaagje over de achtergrond doen, want ik vind dat eigenlijk toch wel heel erg mooi. En dan ga ik misschien daarna nog eventjes met zwart eroverheen om het weer op te halen. Ja, precies. Zo kom je ook achter dingen natuurlijk, hè. Als je wat probeert of je knoeit iets of dan denk je van, oh ja, dit kan eigenlijk ook gewoon prima. Denk niet dat je dan met de kwast moet gaan opzetten. Dan wordt het heel erg overdreven, denk ik. Maar ik vind hem zo, vind ik hem echt, echt wel mooi geworden. En ik ga dan dadelijk nog eventjes toch weer dit met een beetje zwart ophalen. Of misschien zelfs wel met deze. Maar ja, dit bedoel ik dus met mixed media projecten. Dat is gewoon eigenlijk bijna niet te doen in een uur. Ondanks dat ik al best wel heel veel had voorgewerkt. Maar goed, ik hoop dat jullie dit een leuk project vonden. En ik ga natuurlijk nog eventjes verder. Waarom je niet eerst de tandwielen kleurt? Ja, ik vind dan vaak dat je, als je eventueel lijmresten hebt, zeg maar, dat die... ik zou dat andere project ook nog even laten zien. Ehm...
ik weet het niet. Ik doe het altijd op deze manier. Dat is gewoon een werkwijze, denk ik. Kijk, en dit was mijn project die we bij, bij de workshop, de workshopdag gemaakt hebben. En daar hebben we ook onder andere, hebben we die lijstjes hebben we geverfd met dit. Jopie, hou eens op jongetje. Ja, het is, ik vind hem ook wel uiteindelijk geslaagd geworden. Dit is trouwens knijterhard geworden. Dit zijn gewoon papieren bloemen die we geverfd hebben. En dit zijn dan allemaal van die resin, hoe noem je dat? Framepjes. Die zijn van, ik meen dus Stamperia. Maar die spullen, ja, die heb ik niet. Dus dan is dit iets anders. Even kijken, hoe was die? Zo. Maar ja, ik vind deze uiteindelijk ook heel erg mooi geworden. Alleen ja, de plaatjes moeten er nog op. Dat ga ik dan nog eventjes doen. En dan zal ik eventjes een foto in de groep plaatsen. Ja, dat vind ik ook meer jammer. Ja, inderdaad. Deze hebben we bijvoorbeeld ook eerst alles erop gedaan. Oh nee, deze hebben we eerst de kaders geverfd en toen erop gedaan. Maar toen later zijn we nog met van alles ook overheen geweest. Net als dat je hier nog met van alles overheen zou kunnen gaan. Dat is maar net hoe ver je zelf wilt gaan. En ja, wat je uiteindelijk het doel is. Maar er zijn dus ja, meerdere wegen die naar het eindresultaat leiden, zeg maar. En ik vind dit inderdaad makkelijker, want eventuele kleurverschilletjes en gaatjes en zo, die worden hiermee gevuld inderdaad. En dan krijg je meer één geheel. Ik ga nog eventjes wat plaatjes opzoeken en eventjes wat spulletjes opruimen hier. En dan zien jullie het eindresultaat in de groep. En dankjewel voor het kijken allemaal en tot de volgende keer. Fijn weekend!